oh ja, ik ga gewoon even 8 maanden met de Koreanen mee trainen en dan ben ik wereldkampioen. Als je bijvoorbeeld quarantaine hebt, krijg je echt een GPS-bandje om en dan mag de overheid gewoon alles van je weten. Ik ben tegenwoordig misschien iets realistischer geworden in het stellen van doelen. Toen dacht ik, en misschien is dat een leuke intro, ook voor de kijkers die nu zitten te kijken. Dat is dat ja. Ik weet nog dat ik was de begintijd van 7DTV. En we zouden weer 10 interviews gaan doen in studio in Amsterdam. En ik denk een uur van tevoren zo belde de eerste gast af. Die, weet ik veel wat er aan de hand was, iets. En toen had ik van, ja shit, dure studio, weet je wel, eerste slot niet. En toen heb ik een posting gedaan, ik weet niet of het of ergens op social was, het Twitter denk ik, toen de tijd. Ja. En toen zei ik van, joh, ik zoek een inspirerende gast en in de buurt van de studio, die moet er binnen een half uurtje zijn. Wie? En toen reageerde jij en dan kwam jij in je taekwondo pak, kwam jij binnen in de studio. Geweldig. Ja. Voor die mensen die denken, oh ja, hoe zag dat interview eruit? Dat zal ik hier bovenin laten zien, dan kunnen ze er naar kijken. Maar vertel eens even wat toen de situatie was. Ja, toen zat ik nog midden in mijn crowdfunding campagne, geloof ik. Tegen het einde aan misschien wel al. Dus toen was ik van plan om wereldkampioen taekwondo te worden. En daar wilde ik voor in training bij een grootmeester in Zuid-Korea. En daar moest ik geld voor bij elkaar hebben. En ja, dat had ik niet. Dus toen was ik gewoon een campagne aan het voeren om te zorgen dat ik daarheen kon. En 8 maanden gewoon fulltime met taekwondo bezig kon zijn. Dus jij dacht, hey, verrek, die studio die is om de hoek. Ja, kwam wel mooi uit. Ik was letterlijk op de sportschool. En mijn sportschool zit bij het Oostje Park. Dus ja. Ik was gewoon 5 minuten fietsen. Dus dat, ja, gewoon meteen toeslaan. Ja, nou, wereldkampioen ben je uiteindelijk niet geworden, taekwondo. Maar je bent wel bij die grootmeester beland, hè? Ja, daar heb ik 8 maanden gezeten. En ja, dat was een geweldige ervaring. En dat heeft wel echt zo aan de dijk gezet. Want voordat ik daarheen ging, was ik gewoon echt nog een groentje in de hele taekwondo wereld eigenlijk. Ik was 17 toen ik daar naartoe ging. En toen ik terugkwam, toen ben ik echt in het Nederlands team beland. En heb ik gewoon in het internationale veld meegedraaid voor even 2 jaar binnen Europa. En ben ik naar de studenten Olympische Spelen geweest 2 keer. Dus dat is toch enigszins prestatie. Ja, weet je, want jij zei toen al van echt een natuurtalent was jij niet. Want ik heb daar toen ook wat beelden van gezien dat je bij die grootmeester was. Het was echt de grote blanke, stijve hark. Ik chargeer nu tegenover allemaal van die elastieken. Want je moest er hard voor werken, hè? Ja. Ja, het was echt aanpoten. En ik heb dat zelf denk ik ook wel onderschat. Dat ik dacht van, oh ja, ik ga gewoon even 8 maanden met de Koreanen mee trainen en dan ben ik wereldkampioen. Weet je wat? Die mensen die doen dat al vanaf dat ze geboren zijn elke dag. En ik heb vanaf jongs af aan ook getraind, maar ja, dat is gewoon niet te vergelijken. Wij trainen dan 3 keer in de week een uurtje of zo. Zij trainen gewoon 8 uur per dag en dat is het, weet je wel. Dat, ja, een hele andere wereld. Dus dan ben je toch nog verhoudingsgewijs super ver gekomen? Ja, uiteindelijk wel. Ik denk zeker voor Nederlandse begrippen ben ik wel echt met sprongen vooruit gegaan daar. Wat leren we daar dan uit, zeg maar, als we naar dat stukje van je leven kijken? Nou, dat het wel echt gewoon een kwestie van heel veel tijd erin steken en heel veel hard werk. Dat die ideologie waar ik mee naartoe ging, van ik moet gewoon me volledig erop toeleggen en alleen maar daarmee bezig zijn, gewoon nergens anders aan denken, gewoon elke dag alleen maar trainen. En dat heeft wel zijn vruchten afgeworpen. Dus ik denk dat wel is bijgebleven. Ja, hey, en je zei toen ook zo doodleuk tijdens het gesprek van, oh ja, je had eerst gewoon een gymnasium, met je cum laude was je afgestudeerd. Toen zei je van, dan word ik even in 2014, want het eerste gesprek was in 2013 al. Ja. Dan word ik wereldkampioen en daarna ga ik klassieke talen studeren in Cambridge, was het plan. Ja. Ja. Hoe is dat pad verder verlopen? Want het is iets anders gelopen, maar dat talenverhaal, en vertel eens. Nou ja, dit is allemaal een geschiedenis die is vastgelegd. Want er is een documentairemaker mee geweest naar Korea. En die heeft toen ik besloot om te gaan studeren, heeft hij me nog verder gevolgd en een soort van een verhaal van gemaakt. Om te laten zien van, wat ging er in je hoofd om toen je eigenlijk achterkwam van, oh, misschien is dat wereldkampioenschap wel een beetje te hoog gegrepen en is dat niet haalbaar. Hoe ga je daarmee om met die
teleurstelling en het veranderen van je doelen en dat soort dingen. Dus en de scène waarin ik mijn aanmelding voor Cambridge uiteindelijk het antwoord daarvan krijg, dat is misschien wel de meest aangrijpende scène. Want ik kreeg de e-mail waarin stond of ik wel of niet was aangenomen voor Cambridge, kreeg ik toen nog in Korea zat. Dan was ik daar weer aan het trainen. En die documentairemaker wilde dat shot, wilde die per se hebben. Maar die e-mail die had ik al binnen en hij zou pas 2 weken later zou die inkomen vliegen. Dus ik moest 2 weken lang met een ongeopende e-mail in mijn inbox zitten, waarin stond of ik wel of niet naar Cambridge mocht. Zei je niet tegen die documentairemaker van zoek jij het even lekker uit, pak er niet in de vlucht? Nou, uiteindelijk ben ik heel blij dat ik het gedaan heb, want het is een heel mooi moment. Namelijk, ik barst in tranen uit, want ik ben niet aangenomen. Nee. Dat is, was voor mij echt een tegenslag, want ik dacht van de reden dat ik dat wilde gaan doen is, ik dacht, ik ben niet de meest talentvolle taekwondoka ter wereld. Die hebt er in Korea gewoon legioenen mensen die er een stuk beter in zijn, gewoon qua aanleg. Ja. Dus laat ik iets gaan studeren waar ik wel heel goed in ben. En ik ben altijd heel goed geweest in talen, van talenknobbel en op middelbare school was dat altijd mijn beste vak. Dus dat ik toen te horen kreeg van, nou, je mag ook niet naar de beste school ter wereld waar je klassieke talen kan studeren, was het enigszins een domper. Mm-hmm. Maar uiteindelijk ben ik het gaan studeren bij King's College in Londen. En daar heb ik ook een geweldige tijd gehad, dus uiteindelijk is dat niet zo'n probleem geweest. En wraak genomen op Oxford, want ik heb mijn master in, wraak genomen op Cambridge, want ik heb mijn master in Oxford gedaan, bij de rivalen. Ja. en daar heb ik Korean Studies gestudeerd. Dus ik ben wel in de talenhoek blijven hangen. Uiteindelijk wilde ik me dus toeleggen op het Koreaanse taalgebied. Is die documentaire ergens te zien of niet? Het Witte Schaap heette die toch? Nee, die heet Oriental Odyssey uiteindelijk. Oh, oké. En is die ergens te zien online? Ja, staat op Vimeo. Ik denk dat je het gewoon op Stefan Kaas, zo heet de documentairemaker. Als je hem zoekt, dan bij zijn pagina staat hij erop. Oké. Hey, en je woont nu in Seoul. Ja. Zuid-Korea. Ja. Een miljoenenstad. Hoe ben je daar? Nou ja, goed, je was er bekend mee natuurlijk. Maar hoe is dat pad gegaan naar waar je nu zit? Toen ik bij de grootmeester in training was, dat is eigenlijk een voorstad van Seoul. Dus dat is iets kleinschaliger. Dat is een beetje het diemen van Seoul, denk ik. Het diemen van Amsterdam, ja. Ja. Dus je zit wel echt aan de grote stad vast. Dus je kan makkelijk de metro pakken en dan ben je er zo. Maar qua hoogbouw en zo viel het allemaal reuze mee. Maar nu woon ik echt best wel hartje Seoul. En dat komt omdat ik een soort fellowship heb gekregen van een vertaalinstituut hier. Die met literaire vertalingen bezig zijn. En dan mag ik voor 2 jaar lang hier wonen en werken. En dus alle vertalingen die ik naar het Nederlands doe, van het Koreaans naar het Nederlands, die zijn freelance. En alles wat ik voor het instituut doe, de vertaal ik naar het Engels toe. Dat is een beetje het idee. En hoe werkt freelancen? In Nederland is natuurlijk het heel makkelijk om te gaan freelancen. Ik bedoel, KVK'tje en gaan. Hoe werkt dat als Nederlander in Zuid-Korea? Dat werkt hetzelfde als in Nederland, als in ik ben niet hier geregistreerd als freelancer, want al het werk wat ik doe is voor Nederlandse uitgeverijen. Oké. Blijft qua belastingtechnisch en zo blijft het allemaal in Nederland. Dus dat was op zich gemakkelijk geregeld. En hoe is het daar om te werken? Hoe is het nou, laat ik 2 dingen, wonen en werken. Laten we beginnen met wonen. Hoe is het daar om te wonen? Het is een grote stad, hè? Ik bedoel, een miljoenenstad. Hoeveel mensen wonen er? 25 miljoen. Joes. Beschrijf het eens voor de mensen die het niet kennen. Het is enorm. Dus je kan op 1 metroritje, wat 1 euro kost, kan je 2,5 uur onderweg zijn. En dan ben je nog steeds 1 euro kwijt. En dan ben je zo ver als van Amsterdam naar Utrecht, denk ik, qua afstand. En dus als je een keer met vrienden wil afspreken, dan moet je daar rekening mee houden dat kan gebeuren, dat je allebei een uur onderweg bent. Ja. Maar ik fiets, ik heb mijn huisje, dat zit vlakbij, zit aan de rivier. De rivier is echt een soort rustoase van de stad. Alles is
hoogbouw en bijna geen groen, geen bomen, geen nada. Maar de rivier is enorm breed. Dus als je daar terechtkomt, dan heb je echt het idee van wat een ruimte. En er loopt een hele mooie, heel mooi park langs aan beide kanten met een mooi fietspad. Dus daar maak ik dankbaar gebruik van, een klapfietsje. En ja, het leven gaat gewoon rap tempo. Ook nu met corona, want we zijn nooit echt in lockdown beland. Dus heel veel mensen gaan gewoon nog steeds naar kantoor. En er is nog steeds echt een spits. Weet je wel, ochtendavondspits is echt gewoon mutje als een sardientje in de metro. Dus, ja. En dat is altijd tijdens de coronacrisis ook zo gebleven? Ja, er zijn wel bedrijven geweest die zeiden, we gaan even thuiswerken. Maar echt minimaal. Heel vroeg. Bijna alles ging constant door. En hoe is het met het aantal coronagevallen dan in jullie stad? Ja, vrij stabiel. Lijkt allemaal goed onder controle. Soms heb je zo'n soort nieuw haartje. Dat er even een angst is dat het weer opnieuw gaat uitbreken. Meestal in de uitgaansgebieden. Want die gaan ook gewoon helemaal door. Dus er was op een gegeven moment één man die in één avond 5 clubs had bezocht in het uitgaansgebied. En daar gewoon de halve bevolking had aangestoken. En toen was iedereen weer, oh nee, we gaan weer helemaal de verkeerde kant op. Maar ja, de overheid zit er gewoon echt altijd meteen bovenop. Dus die sturen dan sms'jes. Je weet toch, die Amber Alert-achtige dingen die de hele bevolking krijgt. Met, ben je tussen 7 en 8 uur 's avonds bij deze club geweest? Meld je dan nu meteen bij de lokale gemeentehuis en krijg je een test. En dat soort dingen. En dat doet men dan ook trouw? Iedereen gaat dat meteen doen. Wat is het voor een overheid? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Qua coronamaatregelen zijn ze dus heel erg accuraat erbovenop gesprongen. Meteen aan het begin al met qua medische. Ze zijn heel snel met alle tests gekomen en heel snel wilden ze gewoon een soort van controle behouden. Ze zijn nooit terughoudende van eerst even kijken of we de herd immunity gaan doen. Weet je, dat hebben ze nooit gehad. Ze waren gewoon meteen toeslaan. Ik heb wel. Dus dat hele idee dat je soort van die sms'jes krijgt omdat je vervolgd wordt. Want ook als je bijvoorbeeld quarantaine hebt, krijg je echt een GPS-bandje om. En dan mag de overheid gewoon alles van je weten en zo, waar je bent. En er waren ook een paar buitenlanders die. Gewoon toeristen die alsnog wilden komen. Maar ja, dan moet je 2 weken eerst in quarantaine. Prima, dachten ze, gaan we doen. En die hebben toen niet zich aan de regels gehouden. Die zijn gewoon meteen het land uitgeflikkerd. Die moesten ophoepelen. Dus ja, dat soort dingen zijn ze best wel streng in. Het is geen democratie zoals wij het kennen, zeg maar. Oh, jawel. Ik denk qua privacy dat ze misschien iets minder... daar zijn wij iets meer op gesteld of zo. Dat je hier die sms'jes, de constante stroom aan sms'jes van de overheid, dat je gewoon moet laten weten waar je bent ten alle tijden. Daar zou misschien in Nederland iets een beetje kriegel van worden. Ja. Dat is hier okay. Maar qua democratie is het allemaal inmiddels gewoon zit goed in elkaar. Ja, okay. Hey, en jij vertaalt Seoul's werk, maar ook gedichten, toch? Vertel eens. Ja. Dat was dat is begonnen toen ik in Oxford studeerde. Toen heb ik de Oxford Korean Poetry Translation Prize een keer in de wacht gesleept. Ja, was het. En een paar poëzie vertaal workshops gegeven in Londen ook. En dat was begonnen omdat toevallig een dichteres in Londen op bezoek was. En die had een lezing gegeven en ik vond haar werk fantastisch. En toen vroeg ik, heeft iemand dit vertaald? En toen zei ze nee, en toen ben ik daarmee aan de slag gegaan. Dat was gewoon een soort toevalligheidje. Maar inmiddels doe ik vooral romans. Dus is er 1 verschenen in mei. Er komt er volgende week 1 uit bij dezelfde uitgeverij. En dan een 3e in september. Dus ik heb in mijn debuutjaar al meteen 3 achter mijn naam gezet. Maar ja, het komt vooral dat ik zo'n soort van reeks heb kunnen neerzetten is omdat er weinig anderen zijn
Ja, en ja, ik wou zeggen, ja, nee, maar daarom vind ik het ook interessant om jou op een ondernemerskanaal te interviewen. Omdat, ik bedoel, het is de wereld van de niches. Hè? Ik bedoel, ik word er altijd heel blij van. Ik bedoel, je kan doen wat iedereen doet en iets massaals. Maar ik vind juist niches, wat ik met CVD-TV natuurlijk ook in zoverre een beetje ben. Maar over een niche gesproken, ik bedoel, als jonge gast in Zuid-Korea Zuid-Koreaanse romans gaan vertalen in het Nederlands. Ja, dan heb je wel een niche te pakken. Ik weet niet, heb je concurrentie überhaupt? Ja, er is één hoogleraar, Remco Breuker. Dat is een beetje de Korea-expert in Nederland. Maar die Ja. is nu vooral met de academische wereld bezig. Dus die heeft weinig tijd om romans te vertalen. Dat was een beetje zijn hobby daarnaast. Dus ja, de uitgeverij die weet me nu te vinden. En daar is het mee gezegd. Want voorheen, ook terwijl Remco er al was, toen waren gewoon de meeste grote vertalingen, dus De Vegetariërs, een heel bekend Koreaans boek bijvoorbeeld, is een vertaling uit het Engels. Dus dat is een Ja. tweede staps vertaling. En dat komt heel veel voor in het geval van, ja, soort van taalgebieden die gewoon niet heel erg in trek zijn of niet heel bekend. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ja, niet ideaal om dat op die manier te doen. Hey, hoe ziet je Dus. leventje er dan qua werk uit? Is dat een ik bedoel, op een kamertje zitten achter een computertje en vertalen? Ja, in principe wel. In principe gewoon vanuit huis. Ik heb de vrijheid om. Vroeger werkte ik meer vanuit cafeetjes of gewoon koffiezaken. Maar met corona heb ik dat een beetje achterwege gelaten. Maar nee, ja, gewoon gaan met die banaan. Dus gewoon de hele dag vertalen. Hoe ziet je sociale leven eruit? Ook leuk. Dat was vooral leuk toen ik net aankwam. Want toen, of tenminste toen net weer hier echt verhuisde om permanent te gaan wonen. Toen had ik van tevoren al iedereen een bericht gestuurd van hey, ik kom weer terug en dat soort dingen. En toen had ik een soort housewarming idee, waar voor het eerst al mijn verschillende vriendengroepen bij elkaar kwamen. Dus ik had mijn oude taekwondo vrienden, die ik echt al sinds mijn 17e ken, toen ik hier voor het eerst heen kwam. En Ja. dan mensen die ik in Londen heb ontmoet, die vanuit Korea een soort uitwisseling gingen doen. En die dan nu weer terug zijn in Korea. Gewoon allerlei soorten aparte vriendengroepen. En die kwamen dan met z'n allen een keer over de vloer. En dat was, ja, dat mengde fantastisch. Dus dat vond ik heel leuk. En ja, die zie ik nu gewoon regelmatig. Wat is de voertaal? Wat praat je het meest? Nou ja, op het instituut, waar ik dus ook daar sorry voor de geluidsoverlast. Op het instituut spreekt iedereen Koreaans en gaat ook alles in het Koreaans. Dus ook met soort van de supervisors en de staff van het instituut, dat gaat allemaal in het Koreaans. En dat doe jij vloeiend aan mij. Ja hoor, ja, dat gaat wel goed. Ik moet wel zeggen dat ik waarschijnlijk achterloop op mijn collega's, want veel van mijn collega's die hebben echt hun studie ook hier gedaan, dus een master en dan zitten ze die wonen al 3, 4 jaar, sommigen zelfs 7 jaar wonen ze al in Korea. En ik heb er eigenlijk naast die 8 maanden alleen maar, ik ben op vakanties geweest of zeg maar kortere periodes. Ik heb er nooit echt gewoond. Ja. Maar nee, dat gaat allemaal in Koreaans. Ja. En dan meestal als ik met vrienden afspreek, dan als er één iemand is die geen Koreaans spreekt, dan praat ze allemaal Engels. Maar, Leuk verhaal, man. Hey, en taekwondo je nog een beetje? nou, ik ben wel teruggegaan naar die sportschool. Alleen, het is vanuit Seoul echt wel een tijdje reizen. Dus dan zit ik 1,5 uur in de bus en de metro om daar te kunnen komen. Dus regelmatig met hun meetrainen, dat zit er niet in. Want dan dat is gewoon niet te behappen. Maar ik ga soms langs en dan train ik weer een keertje mee. Meer voor de leuk en meer voor om met hen in contact te blijven. Maar wat ik nu ook ga doen, dat heeft hij net aangekondigd. Die grootmeester die heeft geen inkomsten meer uit seminars en weet je wel, hij werd dat overal gevraagd om les te geven en mensen kwamen bij hem op bezoek vanuit het buitenland en om iets van te ervaren hoe het is om bij hem mee te trainen. En dat is allemaal weggevallen vanwege corona. Dus hij wil nu een soort online cursus gaan aanbieden voor iedereen ter wereld, taekwondoka's. En dan mag ik het gaan tolken. Dus dan geeft hij les en dan wil hij dat ik het in het Engels vertaal live interpreteren. Wat cool.
Ja, dat heb ik wel zin in. Dat is leuk. Hey, en tot slot, hoe zit het met familie en vrienden in Nederland en contacten? Kom je daar nog veel of missen ze je? Ja, dat is vanwege corona wel lastig geworden, want ik had al nu weer een keer in Nederland moeten zijn geweest. Maar normaal ga ik 2 keer per jaar, in ieder geval met kerst, dat was ook de laatste keer. Maar er is nu tussendoor alweer eentje weggevallen vanwege de toestand. En dat, ja, dat vind ik wel lastig, want ook terwijl ik in Engeland studeerde, ging ik eigenlijk om de havenklap. Ik vond het heel fijn om gewoon voor gelegenheden, dus familie of verjaardagen, dat soort dingen, ging ik gewoon altijd even op en neer. En het was vanuit Londen echt prima te doen. En ik wist natuurlijk, als ik hier ging wonen, dat dat een stuk moeilijker zou worden. Maar nu is het al helemaal, ja, gewoon, het zit vast hier eigenlijk. En dat is gewoon een beetje wrang. Zeker, ja, dus met de maatregelen zijn, wordt het ook gewoon echt, het is niet makkelijk om even op en neer te gaan of zo. Een papiertje halen bij de overheid, waar het staat van, oh, ik wil echt weer terug wil komen. En voordat ik dan op het vliegtuig stap vanuit Nederland, moet ik een test doen om aan te tonen dat ik niet niks heb opgelopen in Nederland. En dan pas mag ik weer terug. Ja. Dus, ja. Dat is even lastig. Hey, je bent een persoon die altijd wel met dromen en plannen en ambities bezig is. Dus laten we eens even projecteren wat we toen ook deden. Nou, laten we eens een jaartje of 3 pakken of zo. Wat is Matto dan aan het doen? Nou, ik ben blij dat je het vraagt. een jaar of 3 is nog best snel. Ik ben tegenwoordig misschien iets realistischer geworden in het stellen van doelen. En binnen 2 jaar wereldkampioen worden was gewoon totaal absurd. Dus, het hoogst haalbare wat ik nu zou kunnen doen als vertaler is de Martinus Nijhoffprijs. Dat is de grootste prijs voor een vertaler naar het Nederlands toe. Dus iemand die echt bijdraagt aan wat er beschikbaar is in het Nederlands aan literatuur. En dat is meestal als je gewoon een soort oeuvre hebt en al jarenlang de grote namen uit jouw taalgebied naar het Nederlands brengt en beschikbaar stelt aan de Nederlandse lezer. En dat is nu mijn nieuwe doel. Die prijs die wil je hebben. Ja, maar dat gaat nog wel een paar jaar duren. Daar gaan we een paar jaar overheen, denk ik. Dus ja, op dit moment, ik ben zelf al heel erg tevreden met deze eerste 3, want de derde die dus nu in september uitkomt, dat is echt een miljoenen internationale bestseller. De Engelse vertaling heeft ook al hele hoge ogen gegooid en doet het heel goed. Dus ik ben heel blij dat ik daar aan mee heb kunnen werken. Heel veel plezier en heel veel succes de komende tijd, Matto. En ik vond het superleuk weer even te spreken. Ik ook, insgelijks. Ik spreek je later. Hoi, hoi. Hoi, man. Hoi, hoi.